Omdat mijn werk zo langzaam beweegt. Want langzaam zie je of een kangoeroe op een tafel staan en die valt dan weer uiteen en dan weer bij elkaar. Met mijn werk kan je dan een heel onderzoek doen van wat gebeurt er in die tusseniteraties in ons brein. Als jij een verfstrook ziet van links naar rechts of als het een spatter is of zo, heeft het een fysiek effect op jouw waarneming. Dat het gaat om een beweging in een doek en niet om het plaatje. Dus dat je je eigen waarneming, dat je daar heel bewust van wordt. En dat het beyond je zintuigen van zien gaat.